Okay. We started Zen from scratch, starting with a clean sheet of paper. Zen turned out to be a grounds-up design, which doesn't come along very often. In the life of an engineer, you get to build something this significant once, twice, if you're lucky, three times in your lifetime. AMD enables the engineers to go off and innovate and to bring to market what it is that they dream about. I'm extremely pleased to show you for the first time the name of our new CPU. Now it's time for you to see Ryzen in action. We wanted to disrupt the PC market. We wanted to bring innovation, choice, and performance to as many people as possible. Test. High-performance PCs, it was about delivering more performance at every single price point. The Ryzen Threadripper acknowledges that there are people who want to create and game on the... and say that I was part of that. Our mission with Ryzen has always been clear. It's about making the right bet. That's 3 to 5 years in advance and making sure that they come to fruition. Our goal is to give you the best. Welcome, everyone. Big welcome to all of you, and thank you all for joining us today. I've been looking forward to this moment all year, and I know many of you have too. It's been a challenging year for everyone as we've navigated the COVID-19 pandemic globally. But one thing we've learned is just how important high-performance computing technologies really are. From work, to school, to gaming, to entertainment, the PC is now the computing platform of choice in 2020. And I'm really excited to show you today what we have been working on for the next-gen PC platforms, and especially for all of you gamers. Now, it's already been an incredible year for gamers. There's so much excitement around the next-gen consoles. We are so proud to power the new Sony PlayStation 5 with a high-performance custom chip featuring our AMD Ryzen CPU and AMD Radeon GPU technology. And we are equally proud that custom AMD processors also power the new Microsoft Xbox Series X and Series S consoles, again, featuring our high-performance Ryzen and Radeon technologies. These consoles are bringing just incredible technology to gamers all over the world and are really a result of just deep engineering partnerships over many, many years with both Sony and Microsoft. Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Whether you're talking about PCs, or consoles, or cloud gaming, and mobile. AMD loves gaming, and we like to say gaming begins with AMD. So today, we're going to talk specifically about our next-gen PC gaming platform. So let's talk a little bit about Ryzen. Now, you guys know we brought the first generation of Ryzen to market in 2017, and we actually had one goal. It was to build the best PC desktop processor possible. Now, we knew we wouldn't get there in one step, but with each generation of Ryzen, it's gotten better. And we focused on how do we deliver more performance? How do we deliver the best features? And how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts so that you can do more than you ever thought with your desktop or in your notebook? And we've made great, great progress. We started with Ryzen in desktops, and then we introduced Ryzen Threadripper in high-end desktops. And now, actually, Ryzen is in many amazing notebook systems with our Ryzen 4000 series. AMD loves the PC. And I think also it's safe to say that PC users love Ryzen. So we really appreciate that. Now look, let's just focus on the desktop for a few minutes.
The progress we have made over the last few years has been really amazing. If you look at the market before Ryzen, the desktop PC was on sort of an incremental performance slope for the last many years. Ooh. Now, over the past 3 years, we've significantly changed that trajectory and really completely reset expectations as we've gone from first-gen Ryzen to second-gen, now to third-gen Ryzen. We were the first to launch a 7-nanometer desktop processor, and today, third-gen Ryzen leads in so many areas. We're the highest in multi-threaded performance. We are the best in terms of power efficiency, and third-gen Ryzen is an absolutely great gaming processor. But as you know, we're really ambitious, so our work with Ryzen is never done. Our engineers have been on this maniacal focus of what can we do more? What can we do better? So today, we're here to talk about our brand new CPU core. You've all been waiting for it. It's all about Zen 3. And with Zen 3, we focused again on bringing the best to the PC market. I'm so proud of what we've accomplished. Okay. Zen 3 increases our lead in overall performance. It increases our lead in power efficiency. And also now, it delivers the best single-threaded performance and gaming performance as well. We've made massive changes in the core architecture, and I'm sure all of you want to know what's inside Zen 3. So let me hand it over to AMD CTO Mark Papermaster to give you all the details. Well, thank you, Lisa. I couldn't be more excited than to share a little bit more about Zen 3 and our progression to get here. It's been quite a journey. We set a course 5 years ago to design a family of high-performance x86 CPUs. Our goal, very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel again, people, with designers. So if this seems a bit scuffed, I have 5 minutes to prepare because I had my whole PC. I could not be more proud. One of my storage, M.2 storage sites for Zen Core debuting in Ryzen desktop. Let's focus on this. It is a beast in performance and will deliver absolute leadership in the x86 market. Zen brought us back into high performance with a 52% improvement in instruction per clock in a single generation. It built a strong base for us to build upon. Ryzen 3, higher max boost, and the last year, IPC. Zen 2 brought double-digit percent increase in instruction per clock and debuted 7-nanometer in chiplet technology. That 7-nanometer efficiency enabled leadership Holy in multi-core shit. Performance and core density. Chat. 15% IPC gain. Ease of manufacturing that's not. With a small that's not 7 simple. Nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Wow, what a great job by the design team to improve every aspect of the CPU, delivering leadership performance in that same 7-nanometer node. Higher frequency, higher instruction per clock, with design improvements across all of the CPU components, and lower latency on top of that. You look at some of the key elements. There's a new layout of our processor that brings all the cores onto a unified 8-core complex. Okay. And that accelerates core-to-core communication. That's especially helpful for gaming workloads. That consolidation actually allows every core to directly access the 32 megabytes of L3 cache. And that dramatically accelerates workloads that are latency sensitive, okay, like gaming. And finally, oh, 9% actually. Oh, shit. Throughout the Zen 3 architecture, generating a 19% instruction per clock uplift. That's on top of the significant gains that we had just in the mid of last year with Zen 2. Altogether, Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed those wider execution capabilities of Zen 3. We've added more branch prediction bandwidth. It allows Zen 3 to tackle back-to-back predictions much more quickly, reducing the delays. We call it zero bubble. These innovations keep
Zen 3 ahead of the industry norm on generational improvements and position Zen 3-based Ryzen to be a clear desktop performance leader. Never has one single bullet. It takes 90% uplift. It's a broad set of holy shit needed to make a great architecture. It takes innovation on all the key levers. Zen 3 is a total front-to-back redesign. The microarchitecture had laser focus on performance on every element. End-to-end improvements, caching, load store, our execution units, our prefetching, our dispatch, our decode. Zen 2, in fact, had been organized with four core cache complexes, and it was tightly integrated. That was a very good design, but what we found is that we brought that together into that single unified cache core complex, that we brought that direct access to 32 megabytes of L3 cache rather than the 16 megabytes that we have with Zen 2. That direct access to a cache pool of this size is very significant for gaming. They tend to make frequent use, of course, of the memory subsystem, and in fact, many games have a dominant thread. And okay, that makes especially heavy use of the cache, and that thread now sees effectively twice the L3 cache in Zen 3. So every core can now communicate directly to the cache without traversing across the die. Holy and shit. That reduces latency. Ze hebben nu gewoon echt, die cache is gewoon geunified gewoon. AI, yeah. Audio, physics and more. Oh shit. Een beetje laat in die stream. Ja, grap. Ik was helemaal, grap. Heb je gezien in die Discord ding, die foto's? Echt, wat een klote mechanisme. Ik zat om in te stokken met die M.2, maar het zit er nu goed in. Ik heb die zaterdagavond nog niet gedaan. Bro. Nou, ik zag het, man. Uplift in the same process. Oh, hey, kijk and that's hier, on top of all the architectural changes that we drove in to drive up the performance. Our commitment to energy efficiency across time has put us in the driver's seat. Today, we're more than 2.8x more efficient than competing high-end desktop processors. And that's only a strengthening of the leadership that we demonstrated during the prior Zen 2 era. We will not let up going forward. We're focused on execution. Oh, shit. Zen 3 is shipping as promised in the 5-nanometer Zen 4 on track in design. The AMD team is hitting. Ja, ik wist het allemaal. 5 nanometer. We wisten al. Nou, dat wisten we sowieso. En ik wist sowieso dat ze zouden zeggen dat het veel beter zou zijn dan de i100K. Maar 2.8 keer? Woehoe! Zo ga ik in de videoclip maken. Ja, dan moeten we wachten tot de viewers die shit laten zien. Dat ze die benchmarks laten zien, hè? Ja. Ik ben benieuwd, man. Thank you, Mark. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most important for gamers and enthusiasts. And that 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. So now let's see Zen 3 in action. Oh, what? I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high performance PCs. The world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. 5900X, okay. 24 threads and a boost up to 4.8 gigahertz. A boost it's a very 4.8. Special product. The ultimate enthusiast processor. Compared to the 3900 XT, the 5900X has 19% higher IPC, higher clock speeds, and all of the Zen 3 core improvements that Mark talked about, all while remaining at 105 watts. This makes Ryzen 5900X a big upgrade from third-gen Ryzen all around, but especially in gaming. Now let me turn it over to Robert Collins to show you the 5900X in action. Yeah, the max boost. Was 4.7 als ik Thanks, was. Lisa. Ah. Hey everyone, let me give you a sense of how IPC uplift how much faster the 5900X is compared to our current best, the 3900 XT. Oh, wow, ze gaan expres op die XT gewoon proberen. And game reviewers often look at to judge CPU performance. We're going to run the built-in benchmark here at 1080p using the high image quality preset on two otherwise identical systems.
you can see a whopping 28% increase just by moving from the 39 XT to the 5900X in Shadow of the Tomb Raider. She did that. And as you will soon see, the performance from the 5900X is faster than the competing processors as well. Wow. Now, as any enthusiast knows, 28% from a processor change is a massive upgrade. But that's what AMD customers like me can look forward to. This truly demonstrates gaming Shadow of the Tomb Raider werkt heel goed op Ryzen, dus ja. Kan ze niet kwalijk nemen. Unified cores and unified cache pools. Now, as we zoom out to look at a wider set of games, you can see that the 28% uplift in Shadow of the Tomb Raider is joined by many titles. Okay, PUBG. Double-digit improvements. Dota 2, Vulcan. The gains are even bigger in titles like CSGO and League of Legends. With the highest possible frame rate is practically the number one priority to be competitive. Overall, gamers upgrading from the Ryzen 3000 series to the Ryzen 5000 series can expect an average performance improvement of 26%. That's a good boost. Again, this is just a monumental performance jump for an in-socket upgrade in the same motherboard, and a true testament for how good Zen 3 is in gaming. Fucking as many know, strong gaming performance relies on strong single-core performance. That's exactly ik zeg automatisch, ik ga voor and I want to show you using Cinebench R20 single-thread. There are many ways to assess single-thread performance, but Cinebench is a fast and easy tool that you can run at home. Okay, deze benchmark, ik wil tot Cinebench. That we use. To calculate that kan je niet jive. For Zen 3's instructions per cycle. Damn! As you can see, the 5900X is the first desktop processor to that's the 10900K! What the We break it by a little, we break it by a lot, with a score of 631. We at AMD heard you loud and clear as you challenged us to continue investing in single-core performance, and the results Pro gaat het toch nu. The combination of IPC, frequency, cores, and cache give AMD the fastest cores in the desktop market and give you the best possible gaming performance. So let's take that landmark core performance into a head-to-head battle. Ik wil zien met welke kaart ze het combineren, want ze gaan zo niet denk ik dat wij willen combineren. Tegen bottleneck of zoiets. Nee, daar ben ik ook niet benieuwd naar. As I promised you, AMD wins in Shadow of the Tomb Raider by plus 6. Dat is dat 2070 supergoed. Waarschijnlijk benchmarken ze met een eigen GPU. League of Legends en CSGO are once again standout victories for the Ryzen 5900X. Misschien Big Navi. That was a lot of data very quickly. Let's take a step back. Let's recap. You saw an average uplift of 26% for Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single-core performance in the entire desktop PC market. And you just saw AMD clearly offer the best performance of any gaming processor on the market. I will put it plainly. We know that you're going to wait for benchmarks. But customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X for the best possible PC gaming experience. Now let's bring Lisa back up to give you more details on these awesome flagship gaming processors. Yeah. And then comes these things, 5950. Thanks, Robert. That was fantastic. Fred. I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor in the world. Now let's look at the stack. Mama Sue. In the 5000 series, we have a great choice for every gamer or PC enthusiast. Tot met 5. In addition to the 5900X, we have the 5800X. 16-thread processor with boost frequencies up to 4.7 gigahertz at 105 watts. 5600X. A 6-core. Zeg niet dat je de prijs ziet. Wacht even. Ja, je kan de prijs zien. Nee, oh fuck. Now let's talk about price and availability. Ja. Monster, kom. 5600X is $299. Yeah! 8-core 5800X is $49. What? And the amazing 5900X, combining the leadership performance and power efficiency of Zen 3 in a 12-core 7-nanometer design, is priced at $549. Ik hoop dat tech reviews en all of these will be available globally on November 5th. Zoals, November 5th! We're proud of the 5000 series, but you know we're not done.
We love our enthusiasts and the processor in our stack. Oh shit. Okay, geweet je het is niet. Wat? Gap, nu moet ik gaan stokkelen gewoon. For those of you who ik bedoel, ik snap dat ik gewoon nog geld heb, maar gap. Ik bedoel, 16 core Ryzen 9 5950X. The 5950X is simply an amazing CPU. Kill. Of ik moet kiezen tussen 5900 threads en our fastest processor with boost frequency 4.9 gigahertz. Hey, maar the 5950X breaks the Cinebench R20 single-threaded record that Robert set just a few minutes ago with a score of 640. It is truly the best-in-class in every dimension. Best gaming performance meets best processor for content creation, and all of this still at 105 watts. Now let's take a look at some of the performance. If we look at the generational uplift from the 3950X to the 5950X, we see up to 27% more performance in CAD workloads and 12% more performance in rendering workloads. More impressively, we see up to 29% more gaming Nothing special, performance. Okay. And this is really how we bring the best of both worlds together. The best for gamers and the best for creators. And now, if you put 5950X against the top of the stack from the competition, we see that the 5950X provides up to 59% more creative performance in rendering workloads. Double-digit wins in video editing and software compiling. And we also win in lightly threaded CAD workloads as well. We're really proud of the fact that okay, that's we also cool. win. There's nothing like the 5950X in the world. One processor that delivers the best power efficiency, our highest clock speeds, the highest single core performance die 16 core, in the industry, dat is eigenlijk die ene, and the die highest multi-core performance en of any gaming processor. Die, die and it's priced at $799 and will also be available 800. On November 5th. Oh my God. I hope you're now as excited about AMD Ryzen 5000 series as I am. Ben ik excited? Really kill amazing, and I'm so kill happy ik heb een horse nu. But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets, and I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series, but there's a tremendous amount of enthusiasm and curiosity about our Radeon lineup as well. So the next few weeks are just an amazing time for us. In addition to introducing our Ryzen 5000 series, we're also going to introduce our next-gen Radeon okay, GPU, like... and I want to give you a small preview of that today. Wat voor preview? Ik vertrouw het niet. This is the AMD Radeon RX 6000. Wat zegt er dan? Unfortunately called Big Navi, thanks to many of you who nicknamed it for us. It is absolutely the komt opeens met die kachel voor de submission. GPU we have ever built. We got a lot of requests from our fans on social, and I heard a whole conversation on The Full Nerd last week about wanting to see Zen 3 and Big Navi in action. Oh, allebei in actie! I'm going to show you a preview of what you can expect from oh, AMD godzijdank Ryzen 9 5900X and our Radeon 6000 Woohoo. Series. We've been doing a tremendous amount of work optimizing gameplay with Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3. Ja, Borderlands 3, dat vertrouw ik niet. Title running at 4K resolution on the Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Ja, 6000 series, ja welke. At that performance. Over 60 frames per second at 4K with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. In addition to Borderlands 3, here's a bit more of a performance preview Spoiler. On Call of Duty Modern Warfare and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. And again, what you see is tremendous 4K performance across the board. We still have a few weeks until launch, and the team is working really hard. But I hope you're excited as we are about what Ryzen 5000 series and Radeon 6000 series can do together for your next generation PC. So that brings us to the end. I hope you enjoyed today. It's been so much fun spending time with you. We have a lot more to show you later this month, so join us again on October 28th, where we'll give you the full story of our AMD Radeon RX 6000 series, and make sure you mark your calendar for November 5th to find Ryzen 5000 series on shelf worldwide. Take care and see you soon. Shit, I can't see what's happening. I'll have to look at the 3D stream back. God damn. Yo, she-hookings van alle kanten. Ja? Oké, effe. Oh, ze hebben wel... Ik zag het net, ze hebben een 2080 gebruikt. Voor sommige dingen. Ja, ik zie ik wist het. Een van die SSD's is een Samsung 860 Pro. Ja.
Wat de f... Ja, ik had heel snel die kennis gecheckt. Maar... Oké, Oh shit! Intel system, AMD system. Hebben ze het echt gebruikt? Oh, ze hebben het echt gebruikt. Wauw. Ze hebben... Ja. Oh mijn god, wat. Oké. Ja, toch, want ze kunnen sowieso niet Navi laten zien. Ja. Ja, Alex 6000. Fucking, waarom hebben ze niet nu laten zien, bro? Ik bedoel, we moesten al zo lang wachten. Ze hadden het wel echt kunnen doen. Ze hadden sowieso... Kijk, ze hebben nu graphs laten zien, toch? Ja. Yeah. Maar... Sorry, wanneer hadden ze gezegd trouwens dat zij weer een stream gaan zetten waarop ze die... 28 oktober voor RX 6000. Dan pas gaan ze het laten zien. Ja. Die benchmark. What? En wat grappig hiervan is, in ieder geval van tegenstander, Nvidia, ze moeten fucking... Hoe die laten zien? Wat 3070 of zo? Of in ieder geval 3070 moet uitkomen. Oh, hey Dan. gaat het uitkomen, ja, klopt. Want ze hebben het gepusht. Oh. Ja, want ik dacht echt van... Ze zeggen zo van, ja, we weten dat dan in high demand gaat zijn en al die shit. Dat is waar, dat geef ik 100% toe. Ik bedoel, no shit. Iedereen oogt gewoon letterlijk denk ik op 3070 en dan 3080 gewoon 3080 en 9. Gewoon 3080 in het algemeen. Want ze maken die claim. 3070 is bijna equal tot een 2080 Ti. 2080 Ti. Ik bedoel voor 500. Ja, daarom. Ik dacht van... Oh, die gilly ding gewoon. Nou, letterlijk, man. Alleen, ik ben een beetje disappointed. De CPU's, die waren gewoon goed laten zien. Ja. Yeah. Maar die GPU, die was wel een beetje een... Ja, ik ga verlopen. Het was te verwachten. Ze zal het niet laten. Ze hadden al gezegd van, ja, 28 oktober. Maar ik vind het wel heel... Ik geef wel toe, het is ook een klein beetje disappointing dat het zo ver van elkaar apart is. Klopt. Want ik denk ze hebben dit gedaan vanwege dingen 3070. Dat kan niet anders gewoon. 100%. En, ja, man. Maar die CPU's, goddamn. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik denk nu, veel mensen kunnen nu al zien. Door die graphs alleen eigenlijk al. Ja. Yeah. Dat zij, en het is mijn eigen mening hoor. Maar dat zij waarschijnlijk gewoon gaan wachten tot die price drop van de 3000 series. Want het verschil, die boost die ze hebben gegeven aan de 5000 series, ziet er goed uit. En ik ga gewoon eentje halen, denk ik. Maar... Holy shit, daar gaat mijn laptop weer. Maar die prijzen, vriend. Als het vergeleken gaat worden met die uiteindelijke prijsdrop voor die 3000 series, welke zou jij halen? Laten we de 3700 series vergelijken. Nee, sorry. Laten we de 3600. Dus de Ryzen 5 3600 en de Ryzen 5 5600. Oh, wacht even. Hold up. Oh, shit. je laptop, man. Ja, ik heb al een batterij gezet. Ik zit niet aan het opladen. Sukkel, je moet op netstroom, joh. Nee, kijk, want wat kan zij in het begin? Ik zat een beetje te storen en al die shit. Ik kom niet aan het opladen zetten. In ieder geval, dus ik kan nog steeds doorgaan. Oké, wat vergelijk met wel? Wat? Ja, dingen. De 3600 en de 5600. Ryzen 5, hè? Oké, dus gewoon elk equal. Dus gewoon, letterlijk elk equal. Of prijs? Ja, generatie of weet ik veel. Power level, weet ik veel. Ja. Nee, precies. Maar als je het verschil zal zien tussen die... Want je hebt die graphs gezien. Ja. En die prijs erop gaat uiteindelijk komen op die 3600 en die 5600 wordt gereleased. Eentje gaat dus voor 300 gereleased zijn en eentje is al onder de €200. En hij gaat nog minder worden op een gegeven moment. Wat zou jij dan op dat moment halen? Ik weet je wat dat is? Ik ben bang voor die 19% uplift. Dat is... Of ja, in ieder geval in applicatie, maar gewoon in het algemeen gewoon van het proces zelf is dat eigenlijk 15. Maar shit, dat is gigantisch. Dat lijkt niet zo, maar misschien zou je denken van, oh, als het 100% wordt, nee. Maar in de wereld van CPU's en IPC's en die shit, dat god tier shit. Ja, gewoon dead ass.
Hun prijzen zijn op zich niet zo slecht eigenlijk. En misschien ga ik nu even iets controversieel zeggen. Dat van die grabs. Ik weet je moet ze niet vertrouwen of nee, niet 100% erop gaan. Nee, maar daarom. En daarom vind ik ook dat ze een beetje... Weet je, ja, ja, ik weet, wacht. Maar Zero, wat ik hier ga toegeven is... er is een regel intro. Iedereen moet het volgen. Je moet wel op het einde zijn van wat je allemaal gebruikt hebt en al die gedoe. En wat we snel zagen op het einde van... Oké, dit hadden ze... het leek niet echt dat ze vals speelden. Maar ja, we natuurlijk moeten van independent reviews ook doorkrijgen. Maar hoe het er nou lijkt... Ik bedoel, als je al die informatie hebt... Dan geloof ik niet dat ze die hele ding lopen liggen. Ja, ze kunnen misschien kiezen... Oh, games die echt werken met hun shit. Dat is niks nieuws. Dat is echt niks nieuws. Dus ja, ik bedoel, ik kan wel geloven die graphs. Oké. Weet je, ik ga ze niet vergelijken met Nvidia, maar... Ja, nee, Nvidia, ik bedoel, dat was... Dat weet ik niet of ik begreep, maar in ieder geval, laten we terug met compare en al die shit. Hoe kan nu, ik bedoel, alweer wat jij zei, er komt de cheap prijs erop voor 3000. Ja. Iedereen in de chat, die een PC wil bouwen, wacht even en haal gewoon 3000. Het klinkt raar, maar als je echt die IPC nodig hebt, ga voor 3000, ga maar voor 5000. Ik zie niks fout mee. En vooral als je een budgetbuilder bent. Die 6 score 5000 is sexy, man. Daarom. Ik ga nu weten. Die Ryzen 5 3600 en die Ryzen 7 3700, die gaan heel snel opraken. Die gaan vooral die 3000. Daarom, dat is echt een factor. Dat is echt iedereen moet, ja. Ja, dat is ook een factor wat je natuurlijk moet meenemen. Corona, dit en dat. Dingen gaan snel weg. Ja, dat sowieso. Mijn mening over de 5700X. Of ik doe 58, jezus. Ik denk nog steeds een Ryzen 2. Oh ja. 8500X, ik bedoel... Oké, weet, laat voordat ik terugkom op dat. Ik vind de line-up een klein beetje kaal. En ze zijn ook direct begonnen met een 16 core van iemand. Ik vind die line-up heel kaal. Want normaal toch, ik bedoel, deden ze dit bij Ryzen 3? Ik weet niet, ik mis een paar processen, denk ik. Niet de 4 cores, dat sowieso niet. Maar het is juist dat... 4 processors die uitkomen. Ik snap, je moet... Alweer corona, dan moet je meetellen van... Hey, dat ding kan het hoeken. Maar aan de andere kant, het is op 7 nanometer gemaakt. Op een beter proces. Ja. Kijk, over shit, corona, dat is... En hoe zij hun producten dan maken... Hoe die hele sessie gaat, maar we zijn nu wel echt tot het punt gekomen dat corona bijna niet meer echt een excuus kan zijn. Tenzij met shipping bijvoorbeeld. Ja, dat kan niet meer een probleem zijn. Dat kan ik gewoon, echt gewoon vertrouwen. Maar de productie van het maken, nee, echt niet. Well, een klein beetje, hoe zeg dat? Of toch, maar ook weer niet. Ik heb een brief gekregen van ROC dat ik te veel uren skip. En die brief moest binnen 2 dagen komen. Raad is het gisteren aangekomen. Damn. Dus dat is al even een... ik bedoel, nee, je kan post gewoon legit niet vertrouwen. Post of... Ja, luchtverzendingen. Verzending kan je niet vertrouwen. Gewoon. Misschien als het mijn gecko is, maar... Maar of iets kan... Ik weet niet. Het ligt eraan. Maar als het nu natuurlijk mondiaal is... Of vertaling wereldwijd. Dan begrijp ik wel gewoon net als pallets en al die shit. Ja, dat kan duren. Dat geloof ik. Even om weer terug te komen. Voor iedereen die niet weet. We hebben niet alleen de 3000. De normale 3000. Dus de 3000 en 3000X. We hebben blijkbaar ook een XT. De XT was in principe useless in het begin. Toen ze waren aangekomen. Maar ik zal zeggen, als je echt wel voor budget wil in je... Het maakt niet uit als je geen 5000 kan krijgen. Ik zeg alvast mensen,
loer op die XT. Alsjeblieft, loer op die XT. Ja. Het gaat je ass begeren. Ik was echt tot het punt gekomen om die Ryzen 7 3800 XT te halen. Even serieus. Ik kijk even als ik screen. Ja, daar. Oké, want ik ben nu op Tweakers, oké. Oké. Ja, de screen kan nog gewoon zien. Oké, netjes. Alweer, kan ik? Oké, weet je wat? We gaan per Ryzen 5. Oké, we beginnen met Ryzen 5. Want alweer in streamer is geen nieuwe Ryzen 3 aangekondigd. Ik bedoel, 4 core, 8 threads. Ik bedoel, het is... Dat is in principe bijna het nee, dat mag je niet nemen. Die moet je niet nemen voor gaming, al die gedoe, maar nee. Ik bedoel, eerst dev to dual core. Ik bedoel, dual core is goed gewoon als je Shima bent of zo, ma of pa bent die alleen office shit doet. Ga maar voor dual core. Nee, serieus, of alleen maar achter Facebook of Pedals. Ga maar voor dat. Hoe zie ik Ryzen 3? Ryzen 3 is een budget van de budget, bro. Dat is echt... Maar het kan nog steeds een goede ding zijn. Je kan echt basic games nog gewoon op lage settings spelen. Ja, en wat er zielig blijft van laatst gelezen Ryzen 3, dus ik zal de 3300X. Dat ding haalt eigenlijk een Kaibling 7700K. Voor hoeveel was dat ding uitgekomen? Fucking 300? 300 wat? 350 of zoiets? Ja, en dan is die 3300 was bijna niet eens 100 nog wat of zo. Ik geloof 110 of 120, ongeveer. En had je die 3100, die was van 50. Ik denk het is omhoog geschoten, maar ja. Het is omhoog geschoten? Oh, dat is ja, ik denk het was eerst 130, maar nu is hij 167, maar dat, het is niet erg. Ik bedoel, het is nog... Je kan mensen zeggen dat de helft... Nee, plus. Als het 167 is, dan zal ik gewoon voor de 3600 gaan. Ja, dan kan je in principe, ja, ga gewoon dan direct met die 6 van. Ja, dat hoeft in principe niet. Is het serieus 160? Wauw, ze hebben het omhoog geschoten. Yeah. Oh, dan is die waarde ervan weg, man. Even serieus. Toen het 110, 120 was, iedereen wilde Ja, ik denk het was wel 130, denk ik, MSRP. En die 3600, weet je, die Ryzen 5 1600 AF? Ja, Die was heel... Voor die price for performance ratio... Fuck, die was heel goed. Is die er nog? Ja, dan hoef je in principe geen 2600 te halen. Nee, echt niet. Ik ben benieuwd dat die steeds hetzelfde is gebleven. Want die was echt ook alleen voor 85 euro of zo. Of ietsje meer. Oké. Ryzen... Wat kan ik vergelijken? Ja, ik denk ik kan wel vergelijken. Is oké. Oh, shit. De 3600, waar is XT? Oké, weet je wat? Nee, ik gooi de X-variant erbij. En dan XT, waar zie je? Unbox. Ik zag net okay, dat... Oké, 1600... dat is de 1600X. Oké. Ja, die hele lijstje is er nu. Shit, zo. Tweakers, man. Ah, go to. Die sorteerlijst. Je peet wel 30 euro extra voor 100 megahertz. Ja, dat is het. Ik denk, dat ik ga gewoon met 3600X en probeer te overklokken. Yeah. Maar aan de andere kant, iedereen zegt juist, haal geen X-variant of een überhaupt gewoon een XT. Ze zeggen alleen gewoon voor die 600. Nou kijk, ik ben er mee eens. Voor de Ryzen 5 dan alleen. Voor die Ryzen 7 en Ryzen 9. Daar is die XT wel waard voor. Ja, want kan net zo voor iedereen. Als je een X of nu de XT van iemand koopt. Dat, je betaalt gewoon omdat je lui bent overklokken. Want dat is de reden waarom ik de 2700X heb gehaald. Want dat heeft een future dat die automatisch overklokt. Hoe cool hij blijft. Ik bedoel, ik heb nu constant 4 gigahertz. Klopt, man. Je hebt nu een... Die 2700X, heb je het op Of heb je het op Nee, ik heb hem met een Ray... Wat noem deze? Rave Prism? Die hoogste school die ze hebben. Oké. Maximaal turbofrequentie, oké, 4.5. Ja, verder is er niks speciaals aan, eigenlijk. Nee, allemaal 6 core, 12 threads. Dus, Oké, virtualisatie, dat klopt niet. Echt nog steeds een fucking goede chip, man. Holy shit, voor de prijs vooral, man. Ja, hoeveel is de 3600? Gewoon die normale?
190. Ja, precies. Oh, als die prijs dropt, vriend. Die gaat zo snel op zijn. Ik werd misschien 150 euro. Als het 150 wordt, ik ga hem gewoon halen. TSMC, ik bedoel, die chappers kunnen sowieso nu 7 nanometer maken. Nu ook nog met RX 6000 erbij. Ze kunnen het 100% wel. 100%. Gewoon 7 nanometer is gewoon de nieuwe 14 nanometer. Simpel. Hey, maar die 5 nanometers, man. Ik heb het begin van die stream had ik eventjes gemist. Gewoon die begin 5 tot 8 minuten of zo. Oh. Wat was er over die 5 nanometers gezegd? Dat Zen 4... Zen 4 gaat gebaseerd worden op 5 nanometer. En het is nu in design stage. Maar met een paar leaks die ik heb gezien, dat geloof ik low-key niet. Want... Nee. Ik denk, ja, ze zijn wel in design, maar... Ik zou zeggen... Ik weet niet wanneer ze überhaupt dan met Zen 4 willen komen voor consumenten. Maar natuurlijk, Enterprise krijgt al die shit eerder. Dus ik denk, ja... Nee, AMD geeft wel 100% toe dat... Hey, we zijn nu aan het samplen. En dan is dat gewoon legit van... Hey, we doen dat. Nu, we geven dan Enterprise en al die shit. Bro, dus ja, het is echt een design. Van wat ik zag in die... Want wat ik net zag van die stream was toen die graph kwam van... Zen 1, 2, 3, 4... Toen zag ik het, was in design. Onder was er zo'n slidebar. En daar stond net 2017 tot 2022. Dus volgens mij, had je het gezien... Ja, dat is dus gewoon een future plan. Ja, het is dingen. Het was wel heel snel gaan. Maar misschien kan ik op videokaart gaan, want die chops zijn ook heel snel. Als je wil, kunnen we het even terugkijken. Dan kan je even spoelen naar die begin. En dan zie je waar ik het zag. Want dat lijkt dan echt... Want ik zie niet dat ze Zen 4 nu een paar maanden later meteen na Zen 3 gaan releasen. Dus dat is waarschijnlijk een future plan. Okay. At least... Oh, mijn 3080, vriend. Krijg ik hem nog niet? Oh, wow, dat is meta. Ik zal gaan kijken, wow. Dat is snel gebeurd. Ja, dat is snel gedaan. Zijn 3. 550. Voor die 3900. Zie je, dit was die CCF. Fuck off. FD-tech. Ik ga die 5900 halen, vriend. Loo! Yes, mensen vinden ons. People are finding us. Wat in de hel. Oké, weet je wat? Misschien moet ik gewoon echt gewoon AMD typen. Hey. Ja, ik denk dat je hem... Ja, dat is hem. Was het maar zo... Oké. Ik ben benieuwd wat Jay-Z 2 Cents gaat zeggen trouwens erover. Ja. Yeah. Had je systeem het gezien trouwens over die SMI blender? Ja, maar ik had het gisteravond zien. Ja, ik ook. Blijkbaar is MSI toch niet... was er toch op de hoogte van, misschien. Maar dat terzijde dat die organisatie gewoon in het algemeen fucking slecht is. Misschien is dat de CEO fucking zelfmoord had gepleegd. Nou, het is niet echt zelfmoord, maar... Er werd gezegd dat hij gevallen is. Dat het over ongeluk was, of dat hij... mogelijk vermoord was of zo, opzet of zulke shit. Maar ja, dat ze het hebben toegepast als suicide. Ik denk ook het bijna. Ja, dat is hem. Als je die Zen 4 ziet, dan ga je die slidebar zien. Nee, dat is de limit in de cut. Of ik ben blind? Nee, ik zou... Nee, ik heb hem. dan kijk ik automatisch bij 4K's, maar hun droppen direct gewoon die slides. Ja. Nee, dat eigenlijk niet op de screen. Oké, we gaan nu moeten kijken. Want misschien ligt het aan de manier hoe ze filmen. Wacht. Zen 4, on track, in design. The AMD team is hitting on maar all cylinders. Maar dan moet je even een stuk vinden waar die slide button. Ja, yeah, ik heb hem. Ja, yeah, maar die 2022. Dat is een kutbar. dat is niet makkelijk om te vinden. Nee, maar ja, zoals je zag, dacht ik al dat het een plan zal zijn voor hun van tot en met 2022, tenminste. Ik denk dat, ja, voor 2022, ik bedoel, dat nee, dit betekent gewoon echt gewoon van ja, Zen 4 komt 2021. Elk jaar komt er gewoon een nieuwe uit. Ja. Ik bedoel...
Shit. Ik schat ook, Zen 4 komt ook deze rond deze periode volgend jaar. Volgend jaar, hè? Ja, dat vind ik. Ja. Ja, man. Wat nog meer? Nou, eigenlijk. Wat zou het beste zijn? Kijk, als je dit, geld... Dit is nog steeds lijp. Maar... dan waar te gaan om dan meteen over te gaan naar Zen 4? Kijk, als je een nieuwe build gaat maken en dan die Zen 3 processor daarvan gebruikt... Kijk, als iemand die B450 heeft... Ik ben low-key bang, maar ik had op Reddit gezien... Iemand heeft contact opgenomen met S-Hawk. En vroeg over een specifieke moederbord. En zeiden van... Ja, de hele series gaat geüpdate worden als we groen licht krijgen van AMD. En alweer, ik ben... Ik weet niet, ik denk dat ik gewoon echt mijn dingen ga met Zen 3. Of nee, Zen 2 bedoel ik, of Ryzen 3. Ja. Sorry, ik ben helemaal in de war. Je gaat met een Ryzen 3, zei je. Ryzen 3, dus ik ga dingen halen. Ik kijk als ik een 3900 XT kan krijgen, of 3800 XT. Oké, hè? Is het... Oh, van Ryzen 3 dan? Okay. Ja. Ja, dus... Ja, nu vorige generatie. Nu vorige generatie, ja. Damn. Grappig om dat niet te zeggen, man. Maar wat is nu... Ja. Dat is denk ik nu een goed idee als die Zen 4... Want dat is 5 nanometers. God damn. Dat is een... Is het nog niet waard om nu gewoon voor Zen 2 te gaan eigenlijk? Dus stel je voor wat ik eigenlijk al wilde doen. Ryzen 7 3800 XT te halen. En dan gewoon te wachten voor die Zen 4. Ik denk, ik kan Ik weet niet, man. Kijk, als ik die 3080 nog krijg, überhaupt, dan zou ik wel graag die 5000 series willen hebben, zodat CPU, zodat ik weet dat het niet die GPU bottleneckt. Want op dit moment is elke CPU niet die GPU aan bottleneck. Zelfs de endgame CPU's. Ja. Maar, als ik nog in de komende maanden kan horen dat zij, zoals je zei, deze tijd volgend jaar die 5 nanometers kunnen uitbrengen, dan ga ik gewoon voor Zen 2 en wachten voor die Zen 4, vriend. Oeh, ik zie nu die prijzen. Even te kijken, zag ik ook net. Damn. XX. Wacht, ze hebben 3800 XC teruggeknikken naar 400? Yo! Oh, hebben ze terug? Oh, maar 3700X, though, what the... Waarom zou je €70 of dollar extra willen lakken? Ik bedoel... Ja, dat weet ik niet. Ik dacht dat het een goede ding was, maar... Want als je zo naar kijkt... ik bedoel, 3700X ziet er wel sexy uit, though. Ja, sowieso. Maar kijk, ik zou... Oh nee, dat was toevallig op een sale dan, I guess. Want toen ik die 3800 XT ging kijken, was hij precies dezelfde prijs als de 3700X. Daarover gesproken trouwens, ik zie die 5700X niet ertussen. Ik dacht dat ze daar juist een benchmark over zouden, of tenminste een graph over zouden laten. 5700. De 5700X. Nee, alleen, dit keer zijn ze niet met die gratis, ze zijn direct gewoon met de 800 variant. 800, hè? Shit, joh. Ik wil voor 450... En als je zegt van, ik wil met die XT gaan, en je zegt van, weet je wat, ik gooi €50 extra. Ja, dan zie je die 5800 wel... Kijk, ik ga nu even voor je kijken op Amazon. Ja. Ryzen 7... XT. Ja, kijk hier. Ik krijg hem hier voor €338. Amazon van wat kijken? Nederland of Duitsland? Nederland. Oké. En, oh shit, het is zelfs goedkoper in de 3700X is zelfs 310 nu. Dus het is 28 meer voor die 3800X. Oh wacht, shit. Ik heb verkeerd gekeken. Ik ging kijken naar die 3800X. Die is 338. Die XT, die is 350. Ja, dus... kijk, ik heb het even bij die vergelijkshit gezet. Ja. Hoeveel heeft tweakers hem? Ja, precies dezelfde prijs als Amazon. Ja, 3700 X is 300. De X is €38 meer. En... Zie je die 38? Yo! 305 voor die XT?
Ja, precies. Ik bedoel, ja. Ik zal die pakken. Holy shit. Ik ga die pakken wanneer ik zeker weet dat Zen 4 volgend jaar zal uitkomen. Maar gaat het 2 jaar duren, dan ga ik voor de 5000 series. Maar aan de andere kant... 380, dan ga ik sowieso voor die 5000 series. Maar aan de andere kant zou je dan... die 3800 XT... Die XT, dat is echt eigenlijk... Dat was bedoeld gewoon voor de FATU eigenlijk. Was in principe gewoon een niche ding eigenlijk. Dus ik geloof niet dat er heel veel oplagen van zijn van die meer. Kijk, als het... De normale X en de 3700 X... Ja. Nee, als jij naar... Als voor mensen voor de prijs alleen gaan, weet je... Hoe goedkoop mogelijk, ga sowieso voor 3700 X. Er is geen reden voor jou om dan voor die 800 te gaan. Vooral niet voor die XT. Maar, ik heb sowieso... Ik had 500 als budget, hè. 500 was ik van plan om voor die Zen 3 te besteden. Dus ik kan het gewoon. En ik hou nog geld over. Dus ik ga het sowieso doen. Dus ik ben gewoon zat. Ik ben gewoon ready. Het ligt er nu alleen aan. Als ik 2 dingen zeker weet dat 5000 series volgend jaar uitkomt. En als ik mijn 3080 überhaupt nog krijg. Want, weet je, Jensen heeft al gezegd dat het niet meer in dat ze niet meer aan het maken zijn tot en met 2021. En ik ga helemaal niet wachten tot dat dan. Dus ik zal sowieso een tijdelijke GPU halen als ik mijn 3080 niet krijg. Ja. Maar, mocht ik geluk hebben, want ik heb hem al besteld. Mocht ik geluk hebben om een van die mensen die op die lijst nu staan, het alsnog te kunnen krijgen. Tfoe, dan ga ik de 5000 series sowieso halen. Maar, dat is zoals je wacht op PS5 of zo. Ja, daarom, man. Maar ik ga wel huilen als ik zie dat die 5 nanometers gekke boosten vergeleken met die Zen 3 dan opeens krijgen, man. Maar ja, dat zien we dan wel. Ja, ik bedoel... Eerlijk gezegd, nu gaat die 3000 series, die gaat snel opraken. Dit is de gouden tijd om het nu te halen, eigenlijk. Ja, AMD verlost ons gewoon van de pijn van Intel. Intel, maar god weet wat Intel doet nu. Wat doet Intel? GPU en CPU zijn ze gewoon weak. Hun game is weak. GPU, dan... Ja, ik weet niet, ik heb niet reviews van hun GPU's natuurlijk gezien, want hun GPU's zitten alleen in 10 nanometer laptop processor, like, nigga, come on. Ik had hun GPU's gezien, ik ging kotsen, vriend. Wauw, het is net zo erg als hun stockcoolers, letterlijk. Oh ja, die DG1. Die DG1, dat is niet eens voor ons bedoeld, dus ik ben niet eens eigenlijk. Het is gewoon echt bedoeld van, mensen kunnen programmeren en zo, al die shit. Ja, nee. Precies. En dan hebben ze de hardware om 100% zeker te zijn van, zo werkt dit en dat. Maar CPU game, hun main game, is een beetje weak deze dagen, man. Vooral cool die vergelijking met die 3000, met die 10.900k. God damn. En dan moet dingen uitkomen, Rocket League nog. Yep. That's tough, bro. Rocket League gaf ik? Ik heb er al heel hoop voor. Want... Wacht even, want wat is de laatste nieuws van... Oh, wacht, van fuck Intel even. Asus komt met Corsair 8 Dark Hero. Wauw, edgy. Het is meer monochroom dan gewoon en minder gamer-ish. Dus die is hella sexy. Corsair was die SLI equivalent, toch? Ik weet gewoon, ik weet niet, als je Corsair ziet, dat is gewoon de beste van de beste wat je kan krijgen van hen. God damn. Of nee, ik denk of het was Maximus of zoiets. Wie fuck heb nu? Oké. Nou ja. Dat is wel sexy. Ik heb wel die Tomahawk X75, man. Ik wou bijna van MSI gaan, maar nu vertrouw ik MSI niet. kijk. Met die fiasco wat ze, ik weet, die organisatie. Daar is 100% wat mis mee. Maar hun producten zijn nog steeds goed. Ja. Want ze hebben... Want een ding wat de AMD heeft niet gezegd in de prestatie... Ook, er komt geen nieuw motherboard chipset. Want alweer X75 en die andere B550 zijn voor dat bedoeld. Nee, die B550 X75, die weten we allemaal als future-proof natuurlijk. Ja, het is hoogstens alleen van moederbord-vendors gaan alleen een soort, hoe zeg dat, een refresh gooien. That's it.
Met direct al support voor Zen 3. En voor Zen 4 zal ik waarschijnlijk denken dat, mocht het zijn dat het compatible, ik denk het wel, mocht het zijn dat het compatible mag zijn met die X75 en de B550's, als het uitkomt, dan is het max wat ik tenminste ga denken, is dat ze weer een BIOS update, net als hoe ze voor die B450 doen, dat ze een BIOS update gaan zetten, als je het update naar daar doet. Zen 4 kan krijgen, maar nooit meer terug kan gaan. Dus dat is een ding. Maar... ja, dat is 100% voor B450, dat weet ik 100% dus. Voor B450 is het, als het nu al zo is voor Zen 3, ik heb geen idee of zij Zen 4 gaan compatible gaan zijn met Zen 4. Oh, voor Zen 4, ja, nee, nee man. Nee, want die geruchten zijn juist van, want waarom AMD nu geen 600 series release, want 500 series is goed genoeg. En dat 600 serie op een andere moodboard socket gaat zijn, want... want dat hadden ze begin af van Ryzen gezegd van, hey, we ondersteunen socket A4 tot en met 2020. Dus 2021 komt A5 of A4 plus. Zoiets, zo doet AMD altijd eigenlijk. Je weet van, misschien hebben ze het veranderd. En er wordt gezegd DDR5. En er is nu al een DDR5. Stiek uitgekomen. Ik denk Michael heeft het gereleased, maar dat is natuurlijk denk ik niet echt voor ons bedoeld nog. Er zijn geen moederborden voor, dan weet je, en er is ook niet genoeg RAM voor. Net als PCIe Gen 4 is het nog niet optimaal een verschil dat je gaat zien. Ja. DDR5 100% ook niet. Gaat nog een paar jaar duren. Maar ja, van AMD kennen want hoe snel ze op PCIe 4 zijn gaan, ik bedoel, dan weet je in principe al van, yo, volgend jaar, volgend jaar DDR5. Ja, letterlijk. Of 2 jaar. Ik denk, geef ze 2 jaar, max. Ja, en dit komt op Intel's domme-ass. Ik weet niet wat Intel doet, man, maar ja. Maar, Oké. Op welke zijn... shit. Oh, als ik confused raak, als ik confused ook door Intel zo'n CPU-game... grap, dan weet je al dat er iets mis is, want ik weet al die codenaams eigenlijk uit mogen. Maar nu, dat ze apart voor laptops 10 nameten, al die shit, dat gaat helemaal fout. Dus we zijn nu op... what the fuck is dit? Wat, Comet Lake? Ja, ja, 10 generatie. 10 generatie is Comet Lake. Blijkbaar volgend jaar komt Clockit. Pas in 2022 komt hun 7 nanometers. Yo! Nah, bro. Nou, eigenlijk, het verbaast me dat meer van 10 nanometer super fin. Voor al de Lake S. Maar het is maar 10 nanometer. Zijn 2 was al 7 nanometer, bro. Dus, Rocket Lake S volgend jaar. What the fuck? Gaat alleen tot 8 cores. Beter voor ze. Want 10 cores staat nergens op. Dat is echt niet. Dat is niet toch. Wat? Ik weet niet, het is misschien gewoon even 5 cores, maar dat in de wereld van PC's, dat, nee. Weet je, je bent gewend natuurlijk van 2, 4, 8, 16, 32, 64, en dan heb je 10. Ik was al gewend geraakt aan de HET-lijn op gewoon, of X299 voor iedereen. Van Intel, dat soort die domme shit deden, want daar deden ze zelf dinges. 8, 10, 12, 14 zelfs. Helemaal tot en met 16 en 8. En ik dacht van, kill, what the fuck, wat zijn jullie kerel? En nog prijzen nog die helemaal nergens op sloegen. En toen, ja, iedereen werd ervan, toen kwam Fred. Bro, ik ben nu wel echt blij dat AMD, van wat we van die graphs hebben gezien, officieel Intel in alles heeft gebied gewoon. Dat is gewoon eigenlijk. Gaming is nu gewoon beter. En alles. Gewoon. AMD was altijd al gewoon. Algemeen. Alles beter. Behalve gamen. En nu hebben ze dat ook. Intel. Ik bedoel. Rocket League S. Wat gaat Rocket League S je geven? Alweer mensen. De S van Jan van de Intel. Dat is voor desktop. Niet gedoe. Cypress Cove. Oh, wacht even. Oh, jawel. Dit is die ene. Ja, dit was natuurlijk geleakt. De architectuur. Dus een nieuwe architectuur is eindigt op
puntje, puntje, cash, cash, cove. Net Cypress Cove, Golden Cove, Ocean Cove. En het ding wat ik denk al op Discord een keer tegen had gezegd was dat ze gaan eigenlijk, dus wat er nu in Ice League zit, is dat is denk ik Cypress Cove of ik weet niet wat voor cove het is, maar het is wel een cove architectuur. Die gaan ze backporten. Dus ze gaan die gewoon fixen op 14 nanometer, dat alles gewoon werkt. En die geven ze aan, ja, die droppen ze in Rocket League S. Daarin, ja, met die architectuur heb je ook Gen 12 graphics. Dat is die Intel XE, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken, maar in ieder geval die nieuwe graphics architectuur van hun. Het blijft op LGA 1200. En dan dat die, ja, daarna zijn jullie geneukt en dan moeten jullie 700 halen. 1700. Daarna moet je weer een nieuwe moederbord halen. Voor de DDR5. Oh, en ook nog voor DDR5 voor al de leken. Ja, nee, precies. Ik zie ook nu pas Jezus. PCIe Gen 5, maar waarom is dat er al? PCIe 4 is... Ja, kijk, de spec voor PCIe 5 was... Boy, joh, ik kan niet eens herinneren. Ik denk 2017 of 2017 of 2018 was het eigenlijk gefinaliseerd. En ik denk dat daarvoor was PCIe 4... die spec was ook al uitgekomen. Want PCIe 4 en 5 die waren heel snel achter elkaar. Net dus ja, dan begrijp ik dit wel. En mijn vraag is, ik bedoel, gaan we nu graphics card krijgen op 5.0? Ik bedoel, nee. Nvidia zijnde of AMD zijnde met dingen zoals, ik bedoel, AMD was wel eerst met de PCIe 4 graphics card met 5700, 5000 serie. De hele line-up heeft het. Oh, leuk man. Intel Z590. Serieus, hou op met die chipsets. Waarom zijn jullie zo? Z590. Mensen haten jullie gewoon. Wauw. Ja, dat is wel al lang gehad, bro. Ik ben verrast dat hun prijzen nog niet gedropt zijn, hè, trouwens. Van hun ouderen, gewoon hun bestaande chips. Ja, grap. Oké, weet je wat? Ai, eerste episode van Renting met Childo's, iedereen. Het zal eigenlijk over Xbox Series S en waarom het geen disc laden heeft. Maar weet je wat, fuck it. We gaan zeuren over mensen die tweedehands Intel processors verkopen. Gap. Je fucking 7700K is niet fucking 200 of 300 waard. Want de 3300X neukt dat ding. Doe normaal. Je processor is niks meer waard. Sorry. En je chipset is ook niks waard. Doe even normaal. Want ik wou bijna mijn 3770 gewoon samen met moederbord, die overklokbaar is, met 16 gig, 1600 MHz, wou ik gewoon legit voor 150 gewoon verkopen. Waarom? Want ik weet gewoon, een grap, er is iets wat het kan uithalen. Plus je krijgt mijn moederbord en RAM van me. Gewoon even realistisch doen. Shit. Ik Mijn hart gaat naar de mensen die op dit moment nog steeds Intels niet... Ja, want ik ging helemaal stuk toen 3300X kwam van AMD. Ik begon helemaal plat te gaan van, oh mijn god. Ik vond het wel een beetje zielig voor mensen die 7700K hebben en 350 hebben gelakt. Ik bedoel van, yikes. Ik moet wel vast wel erop zeggen. Het was tanto hard dat ze dat... het was fucking hard dat ze dat hadden gereleased. Maar op het begin toen ze het pas gereleased hadden, was die... was het niet echt verkrijgbaar. Dat was moeilijk om te krijgen. Ja, klopt. Klopt, want... ja, want wat was dat? Ja, ik denk... Dat was niet de paper launch natuurlijk, maar... Ik bedoel voor gamers die heel budget willen gaan... Ik bedoel, dat is een no-brainer eigenlijk. Als je gewoon zegt van... Voor een rare reden, je hebt geen 6-core nodig of zoiets. En hey, heb je dat? Nou, vriend, dat is echt... Ik hoorde echt gewoon, toen ik dat zag, dacht ik van, oh, nou, ik ga sowieso mini-builds. Dit is echt gewoon een chip waarvan je wilt... Je hebt er niet eens nodig, maar je wilt het toch hebben. Dat is hoe goedkoop het was. Voor die paar, dat is de price-to-performance ratio, vriend. En dat hebben ze weer lekker bewezen, man. Ik dacht dat die prijzen erger zouden zijn. Ze vallen mee, eigenlijk. Ik ga je eerlijk zeggen. Maar de reden waarom ik vroeg om die vergelijking net eerder ook, was omdat die prijs erop sowieso gaat komen op die 3000-series. Want het is al gekomen. Nu gaat het nog meer komen. En of het nu waard gaat, weet je, en vooral met die announcement dat Zen 4 gaat komen. Ja. Toen dacht ik van, weet je, ga ik kunnen leven met die 3000-series totdat Zen 4 komt? Of ga ik gewoon meteen voor die Zen?
Van hoe het erop uitziet, ik bedoel, je kan wel. Dus als jij gewoon weet van jezelf van, hey, ik ga een jaartje met een, wel, wat wil je, 3900 XT of 3800 XT. In ieder geval, je kan het rijden, je kan het sowieso wel. Ja, nee, ik was twee dingen. Het was of die 3900X, dus de Ryzen 9, of die Ryzen 7 3800 XT. Maar wat ook weer groot gaat zijn van Zen 4, want hoogstaan Zen 4 gaat DDR5 gebruiken. Ik hoop niet dat er dan bij is echt gewoon... Ik denk dat eigenlijk een nieuwe port gaat moeten halen, vriend. Ja, je gaat... Nee, kijk, dat van moederbord, dat is gewoon standaard, maar die lampenprijzen toch, ik bedoel, je weet van nooit. Ik bedoel, nu zijn lampenprijzen gewoon chill as fuck. Okay, maar ik kan nog herinneren, het was denk ik X99 van Intel. Het was hun 4000X line-up. Of het was de 5000, in ieder geval... Dat was de eerste keer toen ze DDR4 gaan werken. Oh jezus, DDR4 was zo duur. Zelf voor 8 gig was het duur. Van norm. Ja. We kunnen niet meer terug naar die tijd, alsjeblieft niet. Nou, die wil ik ook niet teruggaan. Daarom. Maar ja, nu ik mezelf heb herinnerd dat die nieuwe boordje die socket gaat van. Ja. Dus je gaat op. En DDR5 is er nu. En waarschijnlijk gaan ze ook PCIe Gen 5 op die shit hebben. Dus. Dat die moederbord al veranderd moet worden, dat heeft mij eigenlijk al overgehaald van. Ja. Of Zen 2 of Zen 3. Een van de twee. Maar we gaan zien. En ik wil ook, ja, nu kan ik natuurlijk. Niemand gaat kunnen zeggen of die Zen 4 het waard gaat zijn uiteindelijk. Maar dit gaat wel een gekke topic zijn tussen alle tech reviewers. Dus ik kan niet wachten tot zij die video's daarop gaan maken. Ik ook weten wat hun zeggen, weet je. En vooral ook over de Zen 3 alleen. Weet je, Zen 4 is dat terzijde, maar Zen 3. Dat is, damn. Ik hoop dat de tech reviews wel eerder een example, weet je, krijgen. En niet 1 week van tevoren. Grappig. En ik wil even terugkomen naar Intel, want natuurlijk ook Rocket League S, ik bedoel. Ja, wat ik hier zie van die spec sheet. Ja, increased performance of new process core architecture. Ik geloof dat ze wel een IPC gain kunnen krijgen, maar ik ben bang voor die dingen, voor die energy consumptie. Ik bedoel, het is nog steeds 14 nanometer. Ik bedoel, ja, je kan het blijven refine, maar op een gegeven moment, dat werkt niet. Dat geloof ik echt. Nieuw XE Graphics Architecture. Ik weet HDMI 2.0B in DisplayPort 1.4. Ik weet niet voor welke reden je fucking 3 schermen nodig hebt op een integrated, maar hey, dan hoef je toch wel geen nieuwe graphics card te kopen. Voor als je iemand bent die misschien die werkt, of ja, die office en misschien... spreadsheets en al die gedoe. Hey, dan heb je nog geen Gap Squad kopen. De 500 series chipset. Wat kan ik hierover zeggen? Ja, nog steeds PCIe 3.0? Waar zie je dat? Op de specs voor Rocket League S, wacht. Hoort dat geen PCIe 4 te krijgen? Oh, grap. Ik denk dat ik bang... Ik hoop niet dat ze niet capen, gewoon. Lezen we dat verkeerd? Nee, is dat echt PCIe 3.0? Huh? Maar... Ja, weet je wat? Hoe raad klinkt? Ik ga gewoon met videokaarten zo'n ding. Dat is misschien beter van... Ik denk, nee. Nee, want... Of anders zouden ook zien de Enterprise varianten, want... Nee, ik denk misschien... Ik weet niet, voor een rare Enterprise. In ieder geval... PCIe 3, ik bedoel... Ja, als je met de nieuwe die future van RTX shit wil gebruiken, dan is DDR4 wel. PCIe wel belangrijk voor je. In ieder geval, Enhanced Media, dit is het gedeelte waar ik happy van word. 12-bit AV1 en HVAC. Ik weet niet of dat decompressie. Wacht, E2E. In ieder geval, het kan het gewoon doen, dus chill. New overclocking futures en capabilities. Intel. Ja, dat wilde ik net zeggen. Hou op met overklokken te fixen alleen op de Z-lijn. Hou op, dit staat nergens op. Want waarom bouwen dan manufacturers B in heel soms H-series? En het zijn hoe zeg je dat? Overbeeld. Ja, ze zeggen gewoon overbeeld. Gewoon gaming dingen moeten worden en je kan niet eens overklokken. Wat de fuck is het nuttig gewoon? Nee, dat bedoel ik. Nieuwe overclocking features, wat is er zo nieuw aan dat je nodig gaat hebben? Is het misschien makkelijk? Ja, kijk, ik snap wel, het is een nieuw architectuur. Ja, dan misschien... Dan denk ik, ja, dan is het wel... Dan begrijp ik. Welke architectuur is het überhaupt? Dit is Hyperscope. dat is die nieuwe kof. Het is die ene wat ik net zei van...
Het is die ene van die laptop, die allereerste die op 10 nanometer was gekomen. Maar die hebben ze nu teruggepoord. Het is gewoon normaal poorten. Na 14 nanometer. Plus, die, weet ik veel. Tot de macht 2 of zo. Damn. Dus ja, daarom. Intel LAN 2.5 gigabit. Ik bedoel, ik weet niet welke routers fucking 2.5 hebben, maar oké, dan heb je dat wel. Broer, er zijn een paar die 10 gigabyte internet. Ja, ja, het zijn al die met 10 gigabit, maar ik denk consumenten gaan, denk ik, over naar 2.5 gigabit en enterprise gaat gewoon, denk ik, 10 of enthusiast blijven op 10 en hoger, weet ik veel. Ja, nee, nu, ik zie veel mensen alleen, als ze al in de gigabyte gaan, dat ze alleen op 1 gigabyte blijven, man. Meer heb je ook niet. Ja, ik denk dat ik toch fucking verkeerd las. Edit 4 times CPU PCIe lanes is 20 total CPU PCIe 4.0 lanes. Oké, okay, niet echt duidelijk, maar oké. Okay. Maar dat is nog. Nee, maar dat is de CPU PCIe lanes. Dus dat is van de. Ja, dus ik denk dat het gewoon echt met quote of 4.0. The fuck? CPU is wel. Wat moet ik dat voorstellen? Ik weet niet, man. Het is Intel. CPU attached storage or Intel Optane memory. Oké, netjes. Ik weet niet wat. Ja, Optane is die rare caching shit van hun. Werkt het? Ja. Hebben heel veel mensen nut aan? Nope. Niet echt. Ik bedoel, we hebben SSD's. Nee, en AMD's versie, alweer. Ik wil niet zo doen als ik een fucking AMD shill ben. Optane HDD's, geweldig. Ik weet niet wie het heeft geïnvent, maar dat was echt geweldig. Maar SSD's zijn nu zo fucking goedkoop. Ja, daarom. Ik dacht echt automatisch van, we hebben SSD's. We hebben SSD's. Ik ga mijn beeld alleen maar SSD hebben. Ik ga mijn HDD al terugbrengen naar mijn Gecko. Of ik ga het misschien geven aan mijn broertje, wie weet. Maar damn, ik dacht ja, van, ik ben ook helemaal gewoon voor SSD's eindelijk. En ik heb gewoon nu mijn 1 tera heb ik hier achter me. En ik zit er te uit als ik een NAS wil halen. Een Synology, een NAS. Ik bedoel, ik ben echt gewoon op het randje om gewoon op kopen te drukken, om het zo te zeggen. Nee, maar daarom. Ik zie geen reden om nu nog voor Optane HDD's te zijn. Tenzij het voor een goede prijs te halen. Dat is de enige reden, letterlijk. SSD's zijn al nu op zo'n goede prijs. Ik ging kijken, 1 terabyte. Alleen de 1 terabytes, die zijn op zulke goede prijzen. 2 terabyte, ja. Op zich zijn ze betaalbaar, eigenlijk zeggen. Ja. Ze gaan bijna aan de rand van de 200, maar je kan sommige vinden voor 150 tot 200 dan, zeg maar. Maar je moet heel goed zoeken. Ja. Maar 1 terabyte precies, goddamn. Ik ga alleen 1 terabyte in mijn PC hebben, denk ik, man. Misschien 1, 2 terabyte, wie weet. Maar ik ga veel opslag niet hebben. En het gaat fucking snel zijn. 100%. Ja, oh mijn god, ik bedoel, ik kon een VM gewoon opslaan. Maar misschien kan ik het laten zien, gewoon op stream. Heb je je VM op je normale SSD? Ja, ik heb het op mijn NVMe. NVMe, bro. Ja, maar die NVMe is de enige SSD in mijn PC die 1 tera is. Hoeveel kan die NVMe lezen en schrijven? Ik denk sowieso hoger dan 2000. Maar omdat ik op PCI 3 bij 2 lanes gebruik, cap die tot 2000. Maar nog steeds 2000, nog steeds bad shit snel. 2000, bro, dat is 2. Bijna, ja, is gewoon. 2000 gig per. Misschien zeg ik het verkeerd. Ja, 2 gig per seconde. Laat ik even. Want SSD's, de normale SSD's, als het goed is die maximale wat ze nu kunnen lezen en schrijven 600, 700 volgens mij. Wat, SATA's? Een normale SATA SSD, ja. Normale SATA. Ja, de cap is eigenlijk, ik weet niet hoe het werkt, maar normaal is het eigenlijk iets van 500. Maar 500. Sommige kunnen net boven of zo, maar ik denk ik weet niet wat de officiële spec is voor SATA. Dat herinner ik me niet. Hey, ik heb gewoon die server gewoon uit pauze gehaald. Niks speciaals. Of ik heb Nee. Ik heb hem gewoon opgestart, denk ik. Yeah. Ja, ik heb hem denk ik gewoon opgestart. Yo. Blank computers. Ja. Ja, gaf. Want ik denk dat ik die settings heb gezet van, hey, je mag wel graphics card gebruiken. Voor acceleration. Yeah. Nah. Task manager of zo. Oké, dan moet ik dat ook laten zien.
Oh, dat komt op die tweede scherm. Hi, dual monitor. Hi. Ik kan echt niet meer leven zonder op één scherm. Ik ga zo meteen wel op één scherm voor het 1440. Ik heb de 1440p monitor gehad, man. Maar een dual monitor van dat gaat wel een beetje mijn portemonnee leegmaken, man. Ga je eerlijk zeggen. Ja, ik ben constant bezig om te zoeken naar een Samsung monitor. Ik zit te kijken, want ik wil heel graag eentje met DisplayPort, maar aan de andere kant denk ik van, laat ik gewoon eentje halen met HDMI en converten naar DisplayPort. Want ik heb op mijn graphics alleen één HDMI-port. En die wil ik echt voor mijn TV gebruiken van, wanneer ik bezig ben aan editen. En dan kan ik gewoon, laat zeggen, dat kleine beeld van waar ik mee werk, gewoon laat zeggen, kan ik zetten op mijn TV. En dan weet ik van, hey, zo ziet het in het echt uit. Het is gewoon niet slim om gewoon weer een DisplayPort kabel te halen. Want ik weet niet of een converter die optimale performance... Ja, kijk, voor mijn tweede scherm, die refresh maakt niet uit. Zolang die 60 is, dan, en het is alleen een tweede scherm, het is niet game scherm, dan ben ik me happy mee. Klopt. Kijk. Ja, want dat ga ik doen, want ik heb nu al twee schermen. Maar ja, allebei 60 hertz. Ik ga eentje mijn broertje geven. Eentje ga ik houden dan als een tweede scherm. Totdat ik weer een... totdat ik weer een 1440 monitor ga halen. Ik bedoel, die ene die ik net heb gehad, hij was 400. Maar ik had hem €100, want hij was zo'n 65 hertz panel, toch? En het was 4, ja. Dus ik had hem een hele goede prijs. Want hij was 400, maar hij was omlaag geprijsd naar 250. Maar echt voor die dag alleen. En ik was toevallig aan het kijken. En dat was alles wat ik nodig had. G-Sync, ready, weet je. Ja. Ik ging 144 ging ik eigenlijk kijken, maar het was om 65, 1440. Ik hoef geen 4K. Vooral nu niet. Ja. En was perfect. Dojang! Bro. Mijn server is opgestart. Hij is al opgestart, vriend. What the fuck? En je kan sowieso en nu ook ophouden. Want je hebt 16. Ja. Yep. RAM. 16. Grap, ik zit loer van nog een kit. Maar ik denk dat is niet verstandig. Ik wil mijn geld. Ik weet niet, man. Ik weet niet. Als je, kijk, de dingen die je moet upgraden nadat je alles voor je PC hebt gehaald, is RAM, de fans, ja? Ja. En, wat was het? Die fucking... Shit, wat was die component ook alweer? Nou, volgens mij was het alleen de RAM en de fans, man. En als je natuurlijk, nou ja, opslag, weet je. Als je later de SSD's erbij kan halen. Oh ja, en... Ik ben dan met SSD's. Ik heb ook geen MP2 poorten meer. Ik wil niet SATA-kabels eigenlijk hebben. Dit is gewoon het best wat ik kan doen, gewoon. Hoeveel opslag heb je al nu in je dingen, PC? Shit, wacht even hoor. 1, 2, 3, 4. Je hebt 4 SSD's, god. God damn. Mijn C-schijf is een Corsair MP510 van 240 gig. Haven is... Wat is 447? Dat is een Crucial BX. Ik weet die nummer niet, maar het is een BX-schijf. Ja. Yeah. Ik weet niet hoeveel ik gehaald heb. Ik denk ik had hem de 6 hoor. 75. Niet 75, dat is overkill. Echt een ronde 50 of 60 had ik hem gehaald. Metal is mijn oude bootdrive. Een Samsung 750 Evo. Echt de but. Gewoon, laat zeggen, die was van 2016. Ja, dat of was echt. 15, dat is de budget van de budget. Gewoon dat je kon halen. Gewoon. Ja, ja, ja. En voor je vraag van wat zit hierin? Misschien wil ik dat niet weten. Ik zie Haven. Misschien is het. Een paar metal. Die zal zetten, ja. Alleen van metal. Alleen van metal. Metal, hè? Dat was ook zo'n budget SSD volgens mij. Ja, dat is die Samsung 750 Evo. Oh, oké. Okay. Daar zit ik nu in. Call of Duty fucking Modern Warfare. Pakt een hele SSD gewoon. 221. Ik kon dit niet updaten. Ik moest het verwijderen en dan opnieuw installeren. Dit om alleen deze game te kunnen playen. Bro, dit is waarom ik sowieso niet minder dan 1 terabyte aan SSD's ga hebben in mijn PC, vriend. Nee. Dit is gewoon legit fucking Infinity Ward schuld. Vriend. Nee, serieus. Ik bedoel eigenlijk grap. Doe het normaal. Gigabyte, jezus.
En ik zag dat mensen zeiden dat Call of Duty Cold War misschien 1 terabyte gaat nemen of zo. Nah, dat is gewoon een domme joke. Nee, het is gewoon een domme joke, maar... New Garden, waarom heet New Garden? Die oude heet Garden, die 1 terabyte harde schijf. En nu is dat een Samsung PM991. Het is eigenlijk gewoon, het is 89 Pro... Of niet 89, ik denk 850 Pro. In ieder geval, het is gewoon het is een 80 Pro eigenlijk, maar het is eigenlijk voor de OEM's bedoeld. Got you. En ik heb er voor €100 gehad. Ja, nee, precies. Die SSD die ik op dit moment heb, was ook 100. Het was een Samsung 860 Evo. En die was, ze zijn nu omhoog gegaan trouwens. Ze zijn nu onder de 110, dus zeg maar. Dus 600 megabyte lezen en schrijven. En het ziet er nog sexy uit ook, weet je. Ja. Je kan €10, €20 besparen als je Western, Digital, Blue, Green en zo gaat of zo. Of ja, ik had eigenlijk oorspronkelijk in mijn PC-lijst had ik eigenlijk alleen maar Western Digital. Want die was echt gewoon redelijk goedkoop. Maar ik koop ze wel. Maar dan is het voor een klant of sowieso, of iemand die zegt van, joh, ik wil een SSD hebben. Dan pull op ik met dat. Ja. Zeg gewoon goeie. Ik begrijp. En er is nog steeds niks aan dan. Ik bedoel, 8,3 gig. Een RAM wordt er gebruikt. Wacht even, laat ik die member server aandoen. Ja. Kijken. Hoe snel gaat het? Poggers. Fucking hell, bro. 60 gig. En ik kan inloggen. Dit is NVMe, yo. Het gaat nooit zo smooth op mijn HDD-schijf. Nooit. Nee, grap. Het hapert soms hier. Kijk, het gaat redelijk. Maar echt niet zo smooth als op die fucking NVMe, vriend. Jammer dat je maar 240 had kunnen halen. Had je niet de 500 kunnen halen? Ik was juist dom. Op AliExpress. Ja. Ja, soms weten we hoe scuffed AliExpress is. Maar die specifieke SD is voor she 50 of €40. Ik dacht van fucking hell. Want ik heb hem op bol.com heb ik hem voor 75 gehaald. Het was heel dom van. Maar de reden was omdat ik bij bol.com. Kon ik achteraf betalen. 75, bro. Ja, want 40... ik had die hele PC natuurlijk gebouwd. En ik dacht van, ja. met een ander platform. Want natuurlijk, als je springt naar een hele andere platform, dan moet je Windows opnieuw instellen. Toen dacht ik, weet je wat, als ik dat ga doen, waarom haal ik dan gewoon niet een NVMe eindelijk? En ja. Waarom doop ik hem niet in? Ik dacht van, weet je wat, ik slik gewoon die prijs, dat slik ik gewoon is niet erg. Nee. Klopt, man. Maar weet je wat het is? Nog steeds geen problemen. Geen gedropte frames en OBS. Gewoon... Ik kan niet wachten wanneer ik die 3800 heb. Ik weet niet wat dat zou kunnen doen. Shit. Bro, daarom. Ik ben verliefd op NVMe. Maar ik zeg je eerlijk, vriend. Had jij een beetje meer euro's aan je moederbord en die NVMe besteed. Dus dat je gewoon een... Tenminste een B550 had kunnen halen. Of 4. Wat had je ook alweer? Je had een... B450. Ja, als je B550 had gehaald. Eentje gewoon met die PCI Gen 4 slot. Zal je dat? Het probleem was... De processor die ik nu heb, toch? Die 2700X. Ja. Het was destijds niet duidelijk. Als die B550... Steel Legend. Maar ik heb nu die 450 natuurlijk. Ja. Als die me zal ondersteunen. Want... Er werd natuurlijk heel erg gezegd van, ja, B550 gaat alleen Ryzen 3, dus Ryzen 3000 in hoog aan in ondersteunen. Toen dacht ik nee, dat wordt het dan niet, chief. Plus nog, ik had alleen een budget van, ik denk 500 of 600. En ik dacht van, vanwege score toch, dacht ik gewoon van, yo, ik wil mijn VM's gewoon goed kunnen gebruiken. Dacht ik van, ja man. Daar heb ik heel veel cores nodig. Plus nog 16 gig madam. Want ik had dat via bol.com gehaald voor 500. Nee, wow, 500. Ik bedoel, voor €115. Shit, nee. En ik had €50 van stage gekregen voor VVV.
kaart. En dat had ik geconfronteerd naar bol.com. Dacht ik van oké, ik hoef alleen voor 16 gig met fucking lichtjes. Ja. En dat voor bijna €65 te lakken. Maar wat pijnlijker nu is, dat ding is nu €77. Ik dacht van, daarom denk ik van, ik wil op die RAM springen gewoon dat ik 32 heb. Niet om te flexen, want ik weet, ik bedoel, als je met VM's werkt en je wilt Call of VM's gewoon open hebben, hoor. Of je vecht met After Effects gewoon, dan ga voor 32 gig, man. Oh, After Effects. Kijk, VM is één ding, maar After Effects, goddamn, bro. Ja, bij After Effects wil je niet eens beginnen. Oké, weet je wat, laat ik ook die workstation aan. Kijk hoe doe je niet het gaat zijn, man. Ja, het gaat bijna niks doen op die CPU, maar die RAM gaat het wel tackelen. Ja. Die NVMe gaat. Het gaat niet met PC neuken, want dit is natuurlijk op een andere NVMe schijf. Nee. Serieus? Ik bedoel. Oh, wow. Oké, nee. Maar kijk hoe snel die wel die updates fix. net zoals het een normale fucking PC is. Daarom, ik ben sowieso, het moment dat ik die NVMe zag, ik was meteen verliefd geworden. Dus mijn Windows gaat 100% op. Maar ook voor de NVMe gesproken. Als je €50 nog erbij gezet op die budget van jou, had jij nu een FireCuda 500 gigabyte PCIe Gen 4 NVMe kunnen halen. Had jij die moederbord en dat gebruikt, dan was jij nu nog veel sneller voor niet eens zoveel meer geld, vriend. Ja, kijk. €40 meer heb ik Gen 4 en meer geheugen dan jou, omdat ik maar €40 erbij had gezet. Ja, want ik bedoel, het was wel, ik bedoel, wat ik heb van dit was eigenlijk gewoon, dat eerste stuk geld dat ik kreeg, dat was voor dingen, voor belasting wat ik nooit had geclaimd. Dat was iets van, dat was iets van 500 of 600. Corona ging heel hard en ik had component nodig, want ik kon niet. De reden waarom ik gewoon bijna geen content wou maken was. Die Intel Core i7 maakte gewoon mijn leven gewoon moe. Dus ik bedoel, weet je hoe kloot het is om met een i7 te gebruiken die je niet kan overklokken? Nee, precies. Maar dat was dat is echt. Ik dacht van, ik vind het niet erg om nu een 7 om een 8 core te halen die je niet kan overklokken. Of in ieder geval het overklok ze zelf. Ja. Yeah. Dan ben ik happy. En plus dat andere geld wat ik kreeg natuurlijk is voor. Had te maken met iets van de financiering van je valt onder het oude stelsel. Je moet een nieuw stelsel nemen en als een soort van sorry dat we weer zo hebben geswitcht. Je krijgt 2000 van ons. Toen dacht ik van. Oké. Okay. Ja, ik was vergeten dat je nog die schulden moest af. Ja, dan die schuld. Wat grappig genoeg is, een van die grote schulden die ik had. Ik weet dat je niet eigenlijk op dingen op internet, eigenlijk je persoonlijke dingen. Maar weet je wat, het is maar geld. Het was denk ik iets van. Ik dacht dat het 525 was. Ik heb direct die 525 gestuurd. Gisteren ben ik achtergekomen dat ze me €75 terug hebben gestuurd. Omdat ik blijkbaar al 75 had gestuurd vorige maand. Dus dan zit ik goed, dus iets van 400, nog wat, dat heb ik dus betaald. Een andere schuld was ook teruggekomen blijkbaar van de dokter. Dat is iets van 200, ik dacht van oké, is niet erg, fuck it, ik heb het geld betaald gewoon. En ja, toen ben ik hem gaan met die fucking case natuurlijk, power supply. En NVMe. En natuurlijk 500 apart gezet voor de Series X. En nu, ik denk dat ik. Ja, nu zit ik te twijfelen, want ik wil mijn laatste grote purchase. Nu zit ik te twijfelen. Zal ik gaan voor een 3800X of zelfs een 3700X gewoon om een keer cheap uit te komen? Zal ik voor €160 of €152 op Amazon een Synology NAS kopen, zodat mijn netwerk schijf en dat mijn boys ook makkelijk bij hun projecten kunnen komen? Er is zoveel om over te nadenken. Want ik had je gezegd over die Synology shit. Gewoon wat we gewoon als joke hadden gefixt. Van die fucking point dat je die NAS aan elkaar kan connecten. Ik bedoel, ja, precies. Als een van mijn boys opeens een Synology NAS haalt, dan connecten we die shit gewoon.
Het is gewoon voor hoe zeg je dat? Een klein beetje verder nadenken, kan ik zeggen. Of zo, gewoon van... Gewoon voor de... Gewoon ready zijn voor iets wat uiteindelijk gewoon uiteindelijk een bottleneck zal worden. Met productie. Ja. Dus, want ik bedoel, ja, voor jou, het is van, yeah, gaming. En je kan al je fucking vrienden en VM's voor Skoda gewoon fixen en shit. En misschien als je wilt streamen natuurlijk. Ja. Voor mij is het een klein beetje... voor mij is het een klein beetje extra. En dat had ik ook met Ruben van... Ja, jij wilt alleen gamen. Bij mij is het meer. Nee, daarom ben ik verrast dat je niet voor meer cores gaat. Bijvoorbeeld van 3900, tenminste nog. Want die 12 cores zou je echt heel, heel goed doen. Nee, want dingen zo met video's maken bij mij. Want in Premiere Pro... Weet je, ik durf niet eens Premiere Pro open te maken. Ik denk dat hij misschien dan wel die dingen zal tanken, maar wacht even. Kijk, die NAS-server zou ik zeggen... Want je gaat met Matties doen, toch? Ja, yeah, oké. Okay. Plan om het om ieder wat te leggen dan ervoor? Of zal jij het alleen betalen? Voor nu alleen... Ik, man, kijk, mijn ding is... 152 euro voor die NAS. Ik pull hem zo... Ik laat je zo zien. Ik denk het was op Amazon DE. Wat is 150 euro? Dat voor mij nu, plus nog studiefinancing, al die shit, ik bedoel, dat is niks. Die schijven, ja, die boys gaan me helpen met die schijven te lakken, want die dingen, we gaan 4 terabyte halen gewoon. Nu stoppen we, ik stop nu mijn oude 1 tera erin, want Synology heeft een magische hybrid ratchet, gewoon van, je kan gewoon, het maakt niet uit welke soort HDD erin, die dat werkt gewoon. Dat ga ik voor nu doen. En mijn huidige netwerkschijf is een Western Digital RE. Het is een enterprise schijf en hij tikt heel raar, maar hij werkt wel goed. En op de methode hoe het werkt, dat is de meest onveilige methode. Kijk, ja, hier staat hij. Deze bullshit. Oké. Okay. Percentage. Verbinding verbreken. Netwerk locatie terug. Nee. Kijk, zie je, deze bullshit heb ik constant. Wat was het? Netwerk locatie toevoegen? Nee, fuck. Ik ga weer verkeerd. Netwerkverbinding maken. Ja, weet je wat? Laat het opzet. Nou, Apollo. Dan krijg je deze bullshit en dan moet ik een andere letter fixen. S is ook genomen, serieus. Oké, oh. Heeft je stream trouwens nog een delay? Want... Ja, natuurlijk. Het heet sowieso wel een delay. Ja, nee, daarom. Als je niet zegt, dan kijk ik naar wat je nog niet gedaan hebt. Is een beetje raar, maar waarom stream je even niet dan? Via Discord? Mensen komen binnen en dan krijg ik views. Elke ding. Ja, het is hoe YouTube werkt. Ik bedoel, elke interactie met de stream of mensen die binnenkomen, wordt gezien als een view of zoiets, weet ik veel. Het is lucratief, om het zo te zeggen. Got you. Je ziet al, het is een netwerkschijf die ik aangesloten aan mijn persoonlijke router met de USB-kabel, een USB 3.0 kabel, en een enclosure. Is dat de handigste shit? Nee, totaal niet. Heb ik tenminste wel een backup of tenminste een soort iets wat op een NAS lijkt? Ik neem af wel. Ja, ik bedoel... Al mijn oude content, want heel veel van mijn oude content heb ik letterlijk gewoon daar naartoe moeten gooien. Mm. Het ging wel best wel wat langzaam, maar... Het chillste daarvan wel is... Ik kon natuurlijk... Want daar staan allemaal films en series op. Dus Arrow en al die shit, gewoon al mijn DC bullshit. En dan kijk ik gewoon via mijn tv, als een DLNA-server. Kijk gewoon rustig. En dat, maar met die Synology, ik bedoel, je kan dingen erbij nog adden gewoon van... het heeft gewoon meer views dan als je alleen dit zou doen wat ik doe met de router. Dat is een impact. Weet je wat, ik denk iets in Premiere Pro wat ik je laten zien. Alsjeblieft, neuk het niet. Kom op. Nee, want nu gaat hij mijn eerste NVMe gaat iets aan, want daar staat natuurlijk geïnstalleerd. Dit is een klein beetje eng. Hi.
We gaan live meemaken hoe je 2700X ontploft. Let's go. Let's go. Ja, nameline. Oké, weet je wat voor nu... Ja, voor nu zet hem offline. Want dit was die dingen van Scordo. Want zit je in die server van 8A? Nog niet. Jij? Ik wel. En ik heb al die interviews voor dingen voor Highscore heb ik daarin gezet. Ik had ze allemaal opgenomen. Lekker, man. Helemaal goed. Oh ja, ik heb mijn mail nog niet eens gekeken, eigenlijk. Oké. Ik denk inderdaad niet goed. Oh, wauw, ik kom bijna bij... Hij hoekt hem. Hij hoekt die RAM alleen eigenlijk. Eigenlijk. Open is die... Ja. Laat manager zien hoeveel RAM er nu in gebruik is. 14 nog wat of zo. En het blijft gewoon smooth gaan. Bijna op die cap. Dit is voor het eerst dat ik al deze dingen open heb gezet. Shit. Dat is 16 al. Laat staan 32, laat staan 64. Yo. 64. Hij begint nu pas dingen in te laden. What the fuck. Bro, 64, je gaat niks voelen, Green. Maar dat is lijp. 64 gehad, dan kan ik voor elke VM gewoon 8 geven of zo. 8 of 4. Ik zit te kijken naar hoe jouw rig zo smooth gaat. Ik wil bijna spiegel op mijn PC, vriend. Naar mijn broertje gaat. Oh shit. Oh, nu pas is die dingen gekomen. Ai, ai. Oké, het is een klein beetje onresponsive. Laptop, zodat ik deze data dan mee kan nemen. Dit zou Oh, wacht maar, dat is op de helft. Eigenlijk automatisch moeten gaan. Ja, hoogstwaarschijnlijk hoor je niks. Aan een actief dossier van mij, dat die dan automatisch op mijn laptop worden gezet als ik hier op de zaak ben. Nee. Dan heb ik iets in OBS gedaan, want Adobe heeft ook een vaag manier van dingen wanneer het komt op audio. Ah. Maar ja, ik bedoel, je ziet hem gewoon smooth gaan, VM's staan open. Ja. En ook een ding wat ik heb is, dat wil ik echt laten zien, is als ik ga exporteren, Ja, hoe is het voor jou om die video's te exporteren? Dat wil ik ook weten, weet je. Ik gebruik geen Premiere. Ja, sorry. Ik Nederlands. Premium Pro Boys. Oh, dat is nieuw. Dat is nieuw encode. Oké. Okay. Ik gebruik die niet, maar ik heb wel een andere software die ik gebruik. Hitfilm Express of zo. En het is op zich niet het slechte software. Nee. Het is een soort van middelgrond tussen Premiere Pro en DaVinci Resolve. Ja, dat had ik ook van gehoord. Sony Vegas was ook een... Sony Vegas, dat is... Het is nu, het heet nog steeds Vegas, maar een andere company heeft het nu. Oh, shit. Ja, dit is voor Code 6. Wat deze shit doet is... hoe leg ik het uit? Als je gaat exporteren, dan zie je meestal van dat de encoder je CPU helemaal gewoon kapot maakt. Met deze encoder zorgt het ervoor dat het de encoder alles eerlijk en gebalanceerd load op je processor en je GPU. Dus als ik nu ga exporteren, dat durf ik liever niet te doen. en ook vanwege de offline, weet ik veel wat. Ik weet niet als het die stream gaat uithalen, want de stream begint eigenlijk op die GPU. Nee, ja, dan zal je hoogstens zien dat processor 50% gaat zijn en graphicscard 50%. En dan kan ik gewoon rustig mijn dingen doen, want het neemt niet een compleet mijn CPU dat alles begint te laggen. Nee. En dat scheelt ook weer tijd. Want ik heb even niet al mijn informatie van hoe ik mijn video's opneem in OBS. Maar ik geloof dat ik alles opneem op... Nee. Het is op een hele rare setting, denk ik. Of misschien kan ik het wel laten zien. Ja, hoe output... Ja, streaming is gewoon dingen achter. Oké. Recording doe ik op hoogkwaliteit medium file size.
Dit valt, ik weet niet onder wat voor encoder dit valt, maar... Nee, ik bedoel... Nee, soms heb je gewoon opties, denk ik, om... te zetten van, wat voor soort type stijl of zo encoder je wilt. In ieder geval, bij mij is het gewoon high quality, medium file size. Dus niet te groot, wel mooie kwaliteit. Recording format is MKV. En het gebruik mijn GPU als encoder. Ja, ik kan niet wachten wanneer ik een RTX heb. Dat gaat lekker hoor. Ja, want daar hebben ze H265 als encoderblok. Dus dat gaat leuk worden. Oké. Ja. Ik kan zien hoe het voor editors heel leuk gaat worden. Ja. Nou, eigenlijk, het is H265 is echt een gigantische hellhole. Want de licenties ervoor, het staat helemaal nergens op. En daarom is nu ook AV1 gekomen dat open source is, soort van. Maar beter dan H265. Hoeveel zou het überhaupt zijn als je die licenties moet betalen? Hoeveel heb jij überhaupt voor deze licenties betaald? Nee, dat wil ik liever niet zeggen. Nee, want de licentie voor H265 natuurlijk, de softwaremaker... maken ze, ja, die betalen voor... Het is vaag. Moeten wij kijken, man. Een encode, decode, het is... Kijk, het zit gebakken eigenlijk op je GPU. Ja. Om het zo te zeggen. En software zegt gewoon van... Hé, je hebt dat. En het is zo geschreven van... Hé, ik kan er gebruik van maken. Dat is het eigenlijk. Okay. Ja, ik bedoel... In MKV record ik. En dan remux ik het dus... Converteer ik het naar MP4, omdat Adobe zo moeilijk wil niet werken met MKV. Dus ja. Dat is goed, man. Hey, Ethan. Holy shit. Ik ben benieuwd wat die tech reviews zijn. We praten nog erover. Ik ben benieuwd. Ja. Gaan sowieso, volgens mij gaat er nieuwe video's uit zijn, hoor. Ik denk dat het is hoogstelijk een paar, hoe zeggen die... Gewoon natuurlijk al je reviews en gaan gewoon een paar van, yo, what the fuck, dit en dat. Ja, dit, dat en wat ze gaan verwachten en zo. Maar ook met corona denk ik van, yo, misschien hebben ze het al stiekem al binnen. Waarschijnlijk wel. Maar waarschijnlijk gaan ze het hopelijk een van deze weken nog benchmarken. Ik ben echt benieuwd. Ik ben benieuwd, broer. Alleen, het zijn alleen maar win-win momenten voor mij dit jaar, dat weet ik. Dus blijkbaar ga ik tot december moeten wachten om mijn PC te bouwen. Ook heb ik nu allemaal onderdelen. Bro. Ja, wanneer komt de processor? Ik jaag op een 8-core. Ja, ik jaag gewoon op een 8-core 3000 CPU. Ik ben nog niet ready voor Zen 4. Nee. Of Zen 3. Ja, fucking. Ja, ik ben daarvoor ready en ik ga hem waarschijnlijk dus ook halen, maar fucking november, waarom? Ja, ik bedoel, jezus, Xbox Series X, PlayStation 5, Cyberpunk, Assassin's Creed. Oh shit. Eind oktober, Watch Dogs Legion, jezus jongen. Ik wil mijn build ready. Hoogwaarschijnlijk Navi. Oh ja, ook nog. Ik wil mijn build ready hebben voor Cyberpunk, maar ziet ernaar uit dat ik nog even lang moet wachten, man. Shit. Ach ja. Hey, ik ga, man. Ik spreek je nog. Succes, bro. Succes. Oei, die hammers die ik gekeld heb. Later, hè. Yep. Terugkomen naar dit. Dus ja, mensen. Ik weet niet. Misschien wil ik nog uiteindelijk... Weet je wat, chat? Ik kom misschien later... Ik beloof niks. Misschien later ga ik Halo streamen. Ik heb dat ook een tijdje niet gedaan. Dus ja. Leuk dat iedereen er was. Leuke discussie. Als jullie ook willen discussiëren over dit allemaal. De Discord link staat in de sub... hoe heet het? In de description box. Ja, geef een like als je het leuk vond. Die andere knop werkt ook. Geef een comment. Of weet ik wat. Nou, hoor ik alweer zeg. Kom gewoon in Discord. Dan kunnen we gewoon direct pakken. En voor de English watchers. Thank you for watching. I might stream Halo MC later on. If you want to discuss with me about all this stuff. What got announced. And all the discussions. If you think like you have your own opinion. The Discord link is in the description. And again, like if you liked it.
The other button also works. Comment if you have a comment. And we'll see you guys next time.